Wow, wat een feest, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 100. Dit is aflevering 100 en we zijn dit keer... De meeste mensen wisten of weten wat we gaan doen deze aflevering. Je zal het ook waarschijnlijk zien aan de lengte van de video. In ieder geval, ik zal het gewoon nu verklappen. We gaan een eigen achtbaan maken. Maar ik heb van tevoren iets heel leuks gemaakt onder de hulp van Stef Mijn. Hallo Stef. Hallo. Hallo. En jij hebt me echt heel goed geholpen. Eigenlijk stiekem beter dan Tim. Maar Tim weet er ook heel veel van. Maar die weet een beetje basis en jij weet wat meer intern. Ja, zo mag ik het zeggen. En ja. Stef heeft me geholpen om een kinderachtbaan te maken. En dat was echt super gaaf. En niet denken van dit wordt een hele saaie achtbaan. Hij is heel leuk en gethematiseerd. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. We gaan gelijk naar de achtbaan. En dit is ons plekje. En ik heb gevraagd aan Stef. Kunnen wij ook een plekje maken dat wij gewoon rondlopen? Gewoon in het begin dat we moeten lopen over een pad. En dat we een boswandeling maken. Nou, dat is natuurlijk ideaal. Ja, ik hou daarvan. Gewoon een beetje een stukje thematisering. En als het goed is, komen wij dan langs de achtbaan die ik met de hulp van Stef heb gemaakt. Maar de layout is wel een beetje zelf bedacht natuurlijk, hè, door mij. Ja. Nou, zoals je ziet gaan we ook een beetje het heuveltje op. Het is al een beetje een achtbaan dit, hè. Nou, en we lopen langzaam door de bos heen naar de achtbaan toe. En dit is dan de kindercoaster. En hij vertrekt kermis niet. De kermisachtbaan, inderdaad. En we kunnen nog lekker aan boord komen van deze kermisachtbaan. En laten we beginnen. Stef, ik heb er zin in. Laten we ook de speed erbij houden. Ja. Even kijken hoor. Oh, dat is altijd. Dat is altijd zo, hè. Doe ik hem altijd onder mijn facecam. Want jij volgt heel veel mijn video's, hè. Met vooral de No Limits. Oh, kijk. Een trouwe fan. Nou, gaan we hier omhoog? Een tunneltje? Dat leek me leuk om dat eens te doen, omdat ik dat eigenlijk nooit veel zie in No Limits. In ieder geval in achtbanen die we bestrijden. Oké. Nou, en hier krijgen we de eerste bocht. En hij gaat ongeveer 40 à 45 kilometer per uur, wat ik eerst merkte ongeveer. En zoals best je ziet, hard. Ja, best wel hard inderdaad. Nou, en gaan we over het water heen. Dat is ook wel heel spannend. Jammer dat ik niet zo'n fonteintje binnen heb. En dan gaan we op het einde nog een keer door zo'n tunneltje heen. Het is natuurlijk niet een grote, maar we hebben dit echt in een uur, denk ik, zoiets? Ja, korter. Korter, drie kwartier hebben we dit gemaakt. Dus op zich is dat wel te doen. En dan komen hier de remmen. Snel. De magnetische remmen. Het was echt superleuk om te doen. En ja, zeg maar, in het begin is het wel van, je gaat iets opbouwen. En dan denk ik van, wat zal het worden? Daar hebben we niet echt over nagedacht, over het einde. Want, we moeten ook nog een pad maken. Ja, eigenlijk wel over het, met een brug. Weet je hoe je een brug maakt eroverheen? Of is dat... Nee, dat kan niet. Dat is jammer. Ja, we kunnen hier de grond verhogen. De grond verhogen, ja. En dan met... Weet je hoe je hekjes toevoegt en zo? Of is dat ook geen moeilijk? Hekjes. Dat zit er niet standaard in. Dat zou je ook weer met zo'n programmaatje moeten doen. Oh jee, dat is best wel... Maar dit kunnen we in ieder geval wel doen met standaard. En het is gewoon een bos wat ik heb geselecteerd in een shape. En dan daaromheen gewoon, dit is mijn playground, om het zo te zeggen. Maar niet getreurd. We gaan proberen het nu zelf te doen. Dus ik klik op de editor en dan zie je ook hoe het is gemaakt uit de view. Ja. Dit is dan de top view. Oh, ik zit helemaal verkeerd te doen. Ja, dit is de top view. En dit waar mijn facecam half in staat, dat is dan aan de zijkant. Waar je alleen maar bomen ziet en een klein beetje achtbaan als je snel kijkt. Zo'n station. Leuk. En dit is dan de, ook zijwaarts. De linkerkant is De linkerkant, ja. Je ziet ook alles. Ja, Stef Mijn kijkt stiekem mee, dames en heren. En dit is dan de plek van de bovenkant. Nou, leuk toch? Ik vond het een hele leuke coaster. Ik ben er eigenlijk een beetje verliefd op geworden. Ja, vind je dat gek? Ja, hij is wel schattig. Ja, wel schattig, ja. Nou, dan gaan we beginnen met de coaster zelf. De nieuwe. Oh, jezus. De nieuwe. Daar gaan we hoor. Nou, gaan we weer naar Vel. Naar Vel. Nieuw. En dan gaan we naar nieuw. Mensen, jullie kunnen ook meedoen, hè? We gaan wederom met weer z'n een... Gezellig. Ja, met z'n allen, heerlijk. Hoe noemen we hem? De draak van Oer. Oerland. Oerland. De draak van Oerland. Dat is een hele spannende achtbaan. Ja, dat wordt een spannende. Ja. Nou, en als je dat maakt, we gaan het gewoon zo goed mogelijk uitleggen dat jullie ook een eigen soepele achtbaan maken als ik net heb gemaakt. Dus dat wordt heel tof. Precies. Nou, vertel. Stef. Ja, misschien is het leuk om wat ik al zei, zoiets als in Europa Park te maken. Zo eentje die wat hoger gaat en met heel veel heuvels. Ja, dat is misschien wel leuk. Ja. En dat is ook niet zo heel moeilijk. Dat is een mooi begin. Kijk, dat is een mooi begin voor het halve werk. Ja, dus dan gaan we weer beginnen naar coaster, nieuw coaster. Doe je de naam. 100, hey, ik even jongens, het is feest. Ja, goed. Ja. Wow, jij doet ook het dak eraf, zeg. Jeetje. De draak van
Oerland. Oh jezus, nou ik ben nou al verslaafd aan die naam, zeg maar. Zo, oké. Okay. Nou prima, dit was de achtbaan. Nou, het is echt snel dan ik dacht, joh. Oh. Ja, de naam, hè, de naam. Oké. Okay. Ja, dan gaan we naar Coaster Properties, gaan we alles instellen. Oh jee, Coaster Properties. Nou, dit kennen jullie waarschijnlijk wel allemaal. Ja. Kan je de achtbaan bepalen, inderdaad. Nou, ik praat je gewoon voor. Welke ik bedoelde, ja? Gaan we even Hypercoaster. De Hypercoaster. En dan is nee, niet die. Oh, nee, oh. Ja, die is eronder. Dat is ja, dat is de Hypercoaster. Oké. Okay. Nou, en dan kunnen we hier zo, ja, dan kunnen we kiezen of die helemaal roest is of helemaal splinternieuw. Nou, zullen we wat vind jij het leukste? Om een nieuwe achtbaan of een beetje hele roest? Oude, een hele oude wets dat die lekker is, vaak is gereden door onrecht en kwaad. Ja. Ja. Nou, dan ga je naar mode. En die zet je altijd op hardline. Dat doe ik altijd. Hoor je dat, dames en heren? Dus de spline position zet je op hardline of current coaster stijl. Ja. Ja, precies. Dan gaan we naar de trains. Dan ga je naar trains. Deze hou je altijd even op 1. Dat altijd 1 doe trains. Je aan het einde als je dat wil veranderen. 9. Nou, dat is wel heel veel. Maar wel tof. Zo. 7. Ja, 7. Want vorige keer hadden we de 6 met de achtbaan, de kindercoaster. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dan ga je de kleuren bepalen. Ja, dat wordt echt pittig. Dan ga ik even uitleggen wat ik bij jou ook al heb gedaan. Het linker rijtje is eigenlijk de rails, behalve dit blauwe dingetje, dat is niks. Dan heb je dit rijtje, de tweede zeg maar, dat is het karretje. Oh, ja. Ja, het volgende rijtje en die laatste, dat zijn allemaal overige dingen zeg maar. Oké. Okay. Oh, mooi. Ja. Nou, dus dan gaan we nu de baan eerst instellen. Rails, zullen we gewoon een beetje een stoere kleur? Dat is misschien zwart, een beetje... Zwart. Zwart? Oké, okay, helemaal zwart. Helemaal, maar gewoon... Oh, een beetje dat midden. Is wat mooi. Ja, een beetje midden, oké, okay, ja. Doe je deze ook allebei zwart? Allebei een beetje midden ook, hè? Ja, precies. Zoiets. Ja, dat is goed. Ja. Nou, dan maken we de car, weet ik het... Karretje? Laten we die ook niet zo'n opvallende kleur. Misschien hier een beetje blauwachtig. Ja, ik doe dat altijd een beetje op deze hoogte. Dan wordt het niet zo felle kleuren. Beetje dit. Beetje paars. Beetje paars. Ja. Ja? Nou, de stoeltjes die maak je altijd een beetje grijs, donkergrijs. Beetje grijs, ja. Ja. Nou, de beugels. Ja, dat mag je bepalen. Weet ik niet. Doe maar. Kunnen we niet... wat match, een beetje blauwe beugel. Ja, misschien blauw. Ja, of lichtblauw. Lichter, een lichter. Hier moet je dan altijd een beetje onder zitten. Hier zo. Oeh, dat is wel een hele feller, maar doen we een beetje donker. Ja, zo. Ja, precies. Zoiets, zo. Ja, juist. Ja. En deze doe je gewoon zwart. Ik zou die niet een andere felle kleur doen. Want dan... Boggy, wat is Boggy ook alweer? Dat is zeg maar waar de wieltjes aan zitten. Oké. Okay. Dan gaan we naar het volgende. Chases, dat hoeft niet, maar die maak ik altijd gewoon helemaal zwart. Zwart. Toch niet. Support, nou, de ondersteuningen. Misschien wel wit. Is wel leuk op zich. Oké. Ja, doen we wit. Ja. Ja. Oh, de zon. Nou, tunnel. Als we een tunnel gaan maken, mag je even... Nou ja, we kunnen een tunneltje doen om te laten testen. Misschien... Kunnen we ook wit houden? Hoort er ook wel bij, toch? Ja, oké. Ja. De handrails. De handrails. Ja, die maken we... Ja. Zoiets, paars. Ja, dan kunnen we die trappetjes naast de baan een beetje paars maken ook wel. En de catwalks? Ja, nou, doe je die dezelfde kleur. Oh, die kan je zien recent. Dan kan je kijken wat je geselecteerd hebt. Je altijd dezelfde kleur. Oh, ideaal. Ja. Nou, die andere twee maakt niet zoveel uit. Nee, dus die skippen we gewoon, hoeven we ook niet te laten zien. Ja, nou, oké. Okay. Nou, dan begin je gewoon bij de topview. Gaan we het station maken. Ja. Nou, dan ga je naar track. Dus dat is de baan. Ja. Dan doe je start vertex, we gaan een baandeel beginnen. Okay. Dan begin ik altijd daar zo. Zoiets toch? Ja, maak je twee breed. Zo. Nou, en dan doe je aan allebei de kanten, heb ik het ook uitgelegd. Klein streep. Zo, en dan aan deze kant. Dat ook. En dan, precies. Zo, zie je, dus dan heb je aan allebei de kanten, ik zal een beetje inzoomen. Zo, allebei doe je een klein stukje, dus je hebt het station en een klein stukje voor, een stukje daarna. Ja, we gaan zo uitleggen waarom, hè? Ja. Nou, we gaan nu dat deel helemaal recht maken. Want het lijkt nou wel recht, maar het is het niet. Nee. Nou, we gaan... Nee? Ja? Nee, ja, ik deed zo die wel. Bolletjes, ja, die bolletjes, ja, ik word, die maak je allebei strikt. Dat betekent dat het tussen die twee bolletjes gewoon helemaal recht is. Ja, alsjeblieft. Ja. Nou, we zijn vorige keer met die andere achtbaan gelijk omhoog gegaan. Maar we kunnen nu beginnen met een bochtje voordat we omhoog gaan. Ja, dat vind ik leuker. Ja, dat is voor mij ook weer nieuw. Dat is ook wel spannend weer. Ja. Dan gaan we
Dan gaan we weer Add Vertex doen. Dan gaan we weer een baan doen. Add Vertex, ja. Yeah. En dan mag je een bochtje maken. Ja, we doen het eerst een mooi bochtje. Altijd eerst helemaal naar voren. Ja, naar voren. En dan helemaal naar boven. Gewoon recht, zeg gewoon maar. Recht naar boven, zo. En kijk, dan heb je een mooi bochtje. Kijk. Ja. Leuk. Precies. Kijk, en als jij, nu ga ik laten zien waarvoor ik dat strikt heb gedaan. Als je dat Select Modify even doet. Ja. En dan maak je deze even niet meer strikt. Dan zie je waarvoor je dat strikt moet maken. Ja, kijk. Oh. Wat er gebeurt, zagen jullie dit? Wacht, ik zoom een beetje in. Kijk, als je dat strikt doet. Kijk, staat deze. Even kijken hoor. Zie je het verschil? Ja, precies. Dus nu doen we strikt. Precies. Dan is die zo. En door is die een beetje belabberd. Maar deze maakt hem helemaal mooi recht. Ja, precies. Top. Dan gaat dat ding niet, gaat niet mee buigen, zeg maar. Ja, daarom ook dat stukje wat we ervoor hebben gedaan ook, hè? Ja, precies. Oké. Okay. Nou, nu gaan we hier weer een stukje recht doen voordat we omhoog gaan. Oké. Okay. Dus we doen Add Vertex weer, hè? Dus je doet ja, precies. Zoiets als dit, zo. Ja. En kijk, nu is die hier, gaat die nog meebuigen, dat rechte stuk. Daarom gaan we deze weer strikt maken. Dat dubbelklikken, zeg maar. Strikt, ja. Apply. Ja, en dan kruisje, ja. Dan moet je gewoon wegklikken. Ja. En nu gaat die vanaf dat bolletje. Ja. Ja, kan je weer het verschil laten zien misschien? Oh ja, dat is ook wel leuk. Kijk, kijk, dus strikt. Kijk, zie je het? Helemaal belabberd een beetje. En zo maakt hij hem een soort van strak. Maakt hij hem gewoon strakke bocht. Lekker strak. Ja, gewoon strak. Gewoon lekker strak. Ja, ja precies. Prima. Nou, we gaan nu de liftil maken dan. Een lifthill, ja. Zullen we dat ook vanaf de top doen? Ja, we kunnen het dan beter vanaf deze kant doen, oh, kijk. Nou, dan gaan we dit groter maken. Kijk eens. Oh, ja. Ja, ik zie het, want dit is de zijkant. En dan dit zien we linker zo de linkerkant. Ja. Nou, doe je Add Vertex. Ja, en dan hier zo moeten we verder gaan. Oh, sorry. Zie je? Ja, dat is de voorkant. Dan moet je een beetje inzoomen. Ja. En doe een klein stukje naar voren. Ja. En dan doe je weer de graden hoeveel je wil hebben. Een klein stukje. Zullen we gewoon lekker stijl doen? Ja, zo, zoiets. Zoiets, ja. Leuk. En dan maak je hem tot wanneer je wil. Ja, zoiets. Zoiets. Hier zie je hoe hoog die is bij Z. Oké, okay, daaronderin. Onder. Heel klein kun je het zien, ik weet het niet, ja. Maar misschien op fullscreen. Hij is nu 50 meter hoog, zeg maar. Oké. Ja, dat is goed. Dat voor is zo'n redelijk, toch? Oké, okay, doen we precies 50 meter, kan dat? Ongeveer, ja, 50,04. Ja, voor de diehards doe ik hem net 4 centimeter hoog. Nou, dan gaan we weer select modify, want we gaan weer strikt in. Ja. Altijd. Dus, en dan gaan we dit stukje, als heel strikt, ik weet niet. Dit bolletje heb ik nee, nog die niet. Die moet je nog strikt doen. Die moet je strikt. En deze ook strikt. En deze ook strikt. Die midden niet? Nee. Want daar. Okay. En dan sleep je deze weer een beetje totdat het een mooi, Zoiets. Oh, dit wordt dan een heel knikje, ja? Denk ik. Ja, zo kun je het ook aanpassen. Zoiets? Ik kan iets meer naar rechts doen. Zo. Die kijk, nog iets naar rechts? Zo. Ja, zo. Zoiets. Zo is kijk eens, je zag het, hè, hoe dat veranderde in één keer. Ja. Och, ja, we maken even open. De liftdeel aan de bovenkant af voordat we alles gaan instellen van het station. En... Dus we gaan even naar boven toe, zo. Ja, en dan maak je een beetje, met een paar bolletjes, maak je een beetje, dit achtbaantype heeft meer een beetje zo'n brede bovenkant, zeg maar. Ja. Zoiets. Precies. En doe je select modify. Deze gaan we een beetje daarheen slepen, zo. Ja, precies, zo. Deze is maak je ook nog strikt, hoor. Maar dat ja, komt zo precies. Wel. Strikt. Ja. Kijk. Ja. En dan doe je weer wegklikken. Dan slepen we deze mee totdat het geen knik meer is. Want dan is inderdaad geen... Ja, precies. Zoiets, hè? Deze sleep je ook een beetje naar beneden. Zo. Oh, naar beneden zo. Ja, zodat je een mooie boog hebt daar. Ja. Zo, dat kan je... Totdat je dat een beetje zo hebt. Zo, ik denk dat dit wel een mooie boog is. Als ik het zo zie. Ja, precies. Ja. Deze iets meer omhoog misschien. Deze ook. Ja, ja, zo ja, is oh, ja, hij, hij oh. Shined, hij shined nu al, hè. Hij is nog niet af, maar hij shined nu al, hè. Och. Nou, dan gaan we nu even het station instellen en zo. Ja. Dat is ook niet zo terug. Moeilijk. Gaan we helemaal dat terug. Dat doen we via de top view, denk okay. Ik. Oké. Dat is wel handig. Dan gaan we even groter maken voor de mensen. Dan kunnen ze het goed zien. Zo. Dit is ons stuk achtbaan al. Ja. En mag ik het proberen of het lukt? Zonder, ja, doe maar. Okay. Doe maar. Ik denk dat ik add type separator moet doen. Of ja? En dan, ja. Dan klik ik zeg maar waar ik het station wil. Dat is dan hier. Waar die begint en waar die eindigt. Ja, begint en nou ja, hij begint. Nu heb ik bij het einde gedaan al. Maar in ieder geval, je kan nu vanaf die eindigt naar het begin. In ja. Dit geval. Ja. Nou, en dan selecteer je dat baanverloop zo. En dan ja, ook cancel. Dat niet. En dan section type en dan kies je het station. Ja, precies. Kijk hier. Eens. Hij past er goed in. Hé, hey, ik heb al geleerd, hé. Hij leert het gewoon. Echt, hè? Duurt even, maar dan heb je ook wat, hè? Kijk, mag ik iets inkorten, hè? Ja, doe maar. Zo.
Oké. Oké, ik ga je even over de, ga ze even over de dopertjes vertellen. Ja, de dopertjes. Maar dopertjes. Moet ik hier nog steeds, moet ik bij de lift ook alvast? Oh, dan blijven we even bij één onderwerp. Ja, ja, daarom. En dan stellen we hem hierin. Hier kan je dat weer doen, ja. Hier kan je dat zien waar een beetje begint. Nou, daar kan het wel, toch? En dan eindigen we het ongeveer, als we helemaal naar boven gaan, dat is een flinke lifthill. Hier zo, ja. Ja, ja, en dan precies. Selecteer je hem gewoon weer dubbelklikken. En dan cancel. Niet dubbelklikken. Nee, ja, dat doe ik. Ja, ik doe dat automatisch. Eén keer klikken. En dan zeg je lift. Ja, nou... Nou hebben we het... Kijk, je ziet al vanaf het onderste view, zie je al wat we hebben gemaakt. Ja, nou, precies. Leuk. Nou, we gaan nou de dopedges even laten zien. De dopedges, at roll. We gaan even voor en achter het station even een dopedje plaatsen. En dat zijn die at roll die je naar links ziet. En die moet ik hier plaatsen achter het... Ja. Zo. Ja, en eentje voor het station. Zo. Dat het station helemaal recht blijft. En dan doe je die dubbelklikken. Ja. Nou, en dan strikte. Allebei. Dan apply weer. Ja, dat hoeft niet per se. Oké, dus gewoon strikt weg. Ja, precies. Niks en dan doe je ook bij de lift heel. Eentje aan de bovenkant en een aan de onderkant. Dus dan doen we add roll. Nou, dan zeggen we hier zo. Klik. Dopertje. Het dopertje. En dan zeggen we klik. En dan zeggen wij select modify. Klik op dat dopertje. Zeggen we strikt. En dan zeggen wij gaan we naar boven. En dan zeggen we weer strikt. Zo. Ja hoor. Hoppakee. Kijk hem gaan. Kijk hem gewoon. Ja, we gaan het tweede tempo erin. Hè? Dat komt wel ja, goed. Precies. Yes. Ja. Ja. Nou, we gaan nou de drop maken. Dat is wel leuk. Hè? Heerlijk. Heerlijk. Drop is wel lekker. Nou, je moet er wel van houden, vind ik. Ja, precies. Maar deze drop is anders. Oké. Het is een beetje meer salmiak. Ja, precies. Oké. Ja, nou, nu mag je zelf een beetje knoeien met... Oh, heerlijk. Kijk, nu komt het leukste moment natuurlijk van de hele video, hè. Voor mij en voor iedereen en voor die nu kijken natuurlijk. Aflevering 100. Jongens, even... Even jongens, het is aflevering 100. Oké, ja. Ik weet niet hoe jij die vier... Ja. Zou ik hem lekker van... Ja, een beetje bol maken en dan steeds steiler. Dus een beetje zo. Ja, precies. Een beetje hier zo. Je recht. Ja, en dan, is zo stijl hoort hij te gaan ongeveer, ja. Ja, zo toch? Hoe ik hem nu doe. Oh, nu gaat hij onder de grond. Oh. Deze dikke witte lijn. Ik dacht, ik ga gewoon lekker door totdat jij, zo. En dan doe je, ja, precies. Zo, even kijken, gaat dat lukken zoals ik hem zo doe? Even wel scherpe, maar dat kan nog wel, denk ik. Ja, dat kan nog. Ja, ik vond jouw cursor daar even, hè? Oh, ja. Nu al? Ik vond het net zo leuk. Nee, we moeten hem eventjes Ja, jongen, maken. Jongen, jongen, jongen. Nou, dat gaat dislikes hoor, Stef. Nee. Nu gaan we hem helemaal mooi maken, let op. Ja. Selecteren vanaf dit puntje. Ja? Ja. Selecteren tot en met het einde, zeg maar. Oh, kan ik dat niet gewoon slepen? Ja, dat kan je zo doen. Oh, precies. Hij pakt dat weer niet allemaal, dus dan moet ik de... Zo, dan klik je met de linker control, hou je het ingedrukt en dan klik je verder. Zo. Ja, nou dan ga je naar element. Dan deepen vels en dan maakt hij hem helemaal soepel mooi. Ja, het is een soort cheater. Ik zei het al eerst tegen Stef, het is een soort cheater, maar hij maakt hem inderdaad mooier. Kijk maar naar die, kijk maar hoe mooi die daarboven ook nu is. Zie je? Ja, helemaal ongelooflijk. Mooi. Ja. Bochtje. We kunnen even kijken hoeveel airtime je hebt op deze ding. Dat is ook leuk. Dan doe je hier zo, kan je even en dan G-force. Nou, je ziet hier zo als die boven het witte lijntje komt, zeg maar, dan heeft die airtime. En als die er, zeg maar, echt op zit, dan ben je gewichtloos. Oh, dus inderdaad, je gaat naar beneden en dan... Oh, dat gevoel hier ben je maar. Het gewichtloos, zeg maar. Leuk. Dat is wel een groot stukje. Ja, en hier zo. Kijk, hier zo word je super zwaar op dit punt. Klopt. En dan op een gegeven moment word je weer een soort van gewichtloos als je weer naar boven gaat, toch? Ja, precies. Een soort van. Ik denk dat de daling is wel meer gewichtloos natuurlijk. Ja, precies. Maar die eerste airtime heel wat we nu gaan doen, daar krijg je echt veel... En dus de speed, dat is dat groen, hè? Dat heel langzaam inderdaad hier. En op een gegeven moment laat hij hem los. En dan dropt hij. En hoe groter die streep, hoe harder die gaat. Hè? Dat is dan kun je ook checken. Hè? Als je met je muis op zo'n groen streepje gaat, gewoon niet klikken. Oh, ja, dan zie je hieronder. Zie je de snelheid. Ja, 85 kilometer. Dan weten we nu al dat de achtbaan een maximale snelheid heeft van ongeveer, wat je ziet, 85 kilometer per uur. Dat is behoorlijk een lekkere snelheid voor zo'n achtbaan. Precies. Niet te snel en niet... Te langzaam, denk ik dan. Precies. Oké. Tof. Nou, gaan we de eerste airtime heel maken, want het type wat we nu maken, dat draait echt alleen maar om de airtime. Ja. Is zo. Kom maar op. Nou, we gaan het weer vanaf deze doen. Inderdaad. Ja. Nou, en dan mag je een beetje een vormpje gaan maken. Ik help je ook een beetje zo. Ja, is goed, graag.
Ja, precies. Nou, dan klikken we er daar. Oh, ja, kijk, dit is ook een mooi voorbeeld. Nu zie je hier zo. Oh, kijk nou, kijk helemaal eens. Rechts. Laat zie je kijken. Dat die helemaal uitwijkt opeens. Ja, klopt. Daar moet je altijd voor de... Kijk, we hebben net allemaal dingen ingesteld en zo. Ja. Daarom moeten we... Dus ik doe maar Ctrl-Z. We halen hem even weg. Ja. Doe je Select Modify weer. Select Modify. En dan druk je even waar je was geëindigd. Dan druk je gewoon op. Klopt, dat had Tintin ook voor je uitgelegd. Ja, precies. Ja. Hij gaat trouwens wel door de grond heen. Dat moeten we daar even fixen. Dat passen we weer later aan. Ja, of we maken hier een... We gaan het uitgraven. Of is dat... Ja, nee. Ja, dat kan ook. Ja, tunneltje of zo. Weet ik. Tunneltje. Leuk. Ja, precies. Ja, en nu kan je als het goed is wel gewoon verder als je met AdVertex. Dan gaat hij gewoon normaal. Kun je hem hier zo. En daar. Zo. Hier, daar. Eentje daar. Boven doe je meestal 3 stipjes. Oké. Doe je daar eentje. En weer een beetje naar één. En dan gaan we naar beneden. Ja, precies. Daar. Ja, je kijkt gewoon naar mij mee. Ja, ik kijk met jou mee. Stef mij kijk met mij mee en die laat precies zien waar ik moet klikken. Dat is wel heel handig, precies. Hoor. Het is wel echt de nieuwste technologie, dames en heren. Ja, jij hebt het verzonden, hè? Ja, nou echt, hè? Dat was echt zo gewoon, ja, Stef zei eerst van, ga livestreamen, dan kan ik meekijken met het scherm. Ik zei, ja, we kunnen ook gewoon een ander programmaatje even downloaden. En dan kan je gewoon meekijken wat ik doe. En dan klik ik gewoon en dan heeft hij een muisje. En dan kan hij gewoon kijken en klikken waar, hoe en wat. Zo. Gaat het nog steeds goed? Dit wordt echt een zweef ergens wat ik nu zie. Want hij is heel, oh nee, even Ctrl-Z. Ctrl-Z. Scherp randje, ja, zo. Nou, precies, zoiets. Ja. Even saai dit misschien, maar het wordt wel in ieder geval nu echt een soort van dat we dadelijk wel zo snel mogelijk de achtbaan gaan afronden. Nou, dan gaan we weer select modify, want we gaan select modify. Allebei die heuvels super maken natuurlijk. Ja. Zoomen we hier weer even uit. Ja, zoomen we uit. Kijk, zie je het verschil? Ja, bizar hè? Die twee heuveltjes. Zo, jeetje. Nou, we gaan ze even die pampen. Ze selecteert ze allebei. Tot en met ongeveer daar. Daar hè? Ja, doe maar daar. Ja, zoiets. En zijn we een element. En die pump verticus. Of verticus. Of verticus. Ik weet niet. Het is wel een aparte heuvel dit. Maar hij is... Dus de Vincent heuvel dit. Ja, is dat toch wel, ja? Ja, ik klikte jou na. Nou, hè? Ja, dus, klopt. Geef niet meer. Nee. Niemand krijgt de schuld hier. Nee. Nu gaan we even de airtime checken. Vind ik ook altijd leuk om te zien. Airtime. Gaan we hier even kijken. Keyforce. Dan gaan we even hier loeren. Een beetje... Oh ja, kijk. Je ziet nou dat hij boven dat witte randje, dus hier heb je de hele tijd airtime. Hier zit je de hele tijd te zweven. Oh, heerlijk. Oh nee, wacht, dit is de speed. Oh, speed komt, sorry. De... Die. Oh, ja. Nou, hier zit geen airtime. Geen airtime. Oh, nou jammer. En hier ik wel? Denk bij die andere heuveltje wel, want die is iets scherper aan de bovenkant vol. Oh, hier ben je de hele tijd gewichtloos. Kijk. Oh, heerlijk. Ja, kijk. Oh. Dat krijgen ze, dan krijgen ze gevoel in je buik, zeg maar. Heerlijk. Zo maar dan we die, weten die, nu die ook... prikkeltjes in je darmkanaal. We weten nu ook dat hij hier heel langzaam gaat, die tweede heuvel al, hè? Ja, klopt. Ja. Dat zag je bij de speed, hè? Kijk, de speed laat zien. Ja, en hier gaat hij nog wel aardig. Oh, ja, neemt hij wel speed af, ja. Ja, je kan kijken hoeveel, als je er weer op gaat. Oh ja, met mijn muis. Hij gaat dan ongeveer... 16 kilometer per uur. Dat is vrij langzaam. Ja. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Ja, inderdaad. Het is een testachtbaan, hè? Het is een testachtbaan, precies. Absoluut. We gaan door. Ja. Nou, we gaan even naar de top, jongen. Ik denk dat we nu een bochtje gaan maken, gewoon. Graag, ja. Vlak langs de grond. Dat is misschien wel leuk. Ja, is goed. Kijk, gaan we helemaal... Zo, het is echt een flink eind waar we heen gaan. Zo. Ja, en ik denk dat het best een brede bocht mag zijn. Je mag een beetje uitzoomen. Ja? Hier, ja, precies. En dan gaan we een klein bochtje maken. Zo. Klik daar. Ja, je gaat mij weer volgen. Ja, graag. Zoiets. En dan klikken we hier. Gaat allemaal goed. En dan klikken we de volgende daar zo. En dan klikken we zo weer. Ja. Oh. Ik denk dat we een beetje schuin gaan eindigen. Let op, gaan we zo eindigen. Ja? Zo, ja. Oké. Nou, die gaan we even die pumpen gelijk, want er hoeft verder niks aan te gebeuren. Tenzij jij hem een beetje omhoog wil of zo. Ja. Ja, het is ook leuk dat hij vlak langs de grond gaat. Ja, dat wel, ja. Dat is wel vet, ja. Ja, dus dan ga je hem gewoon in één keer die pumpen. Vanaf die selecteren we het gewoon, makkelijk. Ja. En dan zeggen wij element, die pump verticus.
En dan krijgen we daar ook nog iets heel vets. Dat is een nieuwigheidje wat Tim nog niet wist. Of misschien helemaal niet had uitgelegd. En dat is Stef wel op te noemen. En dat was dat je op één knopje eigenlijk dat hij de achtbaan heel vloeiend. En, dat hij perfect de G-krachten heeft. Ja, perfecte G-krachten. Dat je nooit iets in het rood krijgt of geel of zo, weet je wel. Precies. Oké. Okay. Nou, we gaan een dopertje plaatsen weer. Een dopertje. Een dopertje. Dus dan gaan we naar Adroll. Ja. En die plaatsen we hier zo, denk ik. Hier daar. Zo? Ja. Die gaan we weer strikten, zodat hij tot en met dat doppertje gewoon recht blijft. Strikt. Ja, strikt, precies. Nou, dan gaan we even in deze view. Ja. En dan doe je weer doppertjes plaatsen, een paar, niet te veel. Dus doe je er daar een bijvoorbeeld. Hier zo één. Ja. En daar een. Hier zo. Ja. En dan nog eentje hier zo. Hier zo, kijk. Ja, precies. Ja. Ik zou hem iets meer daarin doen. Oh, nou, dan slepen we hem even. Kijk, als je hem hebt verkeerd gesleept, kan je gewoon met Select Modify, kan je hem gewoon weer heen en weer slepen waar je wilt. Oké. Okay. Ja, nou komt het daar nieuwe zit hij, hè? Dat is de dopert, waar we het over hebben. Oké, okay, dopert. Ja. Dopertje, ja. Ga je de eerste selecteren die we neer hebben gezet. Dat is deze? Ja. Ja. En doe je No Let GeForce. Dat is het ene waar je moet klikken. No Let GeForce. Ja. En zoals je en maakt hij hem precies schuin zoals hij hoort. Even laten zien aan de mensen. Kijk. Zo zie je het. Met één druk op de knop. Dan doet hij dat. En dan kunnen we ook bij deze doen. Dus hier zien we dat bolletje. En dan klikken we op No Let GeForce. En dan maakt hij hem inderdaad heel mooi schuin. En dat doen we dan ook denk ik bij de laatste. Zoals je dat had vermeld. En dan inderdaad, kijk hoe schuin die gaat. Hij pakt hem hier. En dan gaat hij hier. Oh, heerlijk zo. En dan, hij gaat, kijk hoe schuin die gaat. Misschien iets te. Ja, maar dat is, nee, want zo gaat hij precies goed. Oké, tof. Want als je hem zelf aan gaat passen, dan krijg je dat je... ja, hoe moet ik dat uitleggen? Je hebt wel eens een hele oude houten achtbanen dat je helemaal naar links en naar rechts schuift in je stoeltje, zeg maar. Klopt. Dat willen we niet hebben bij zo'n nieuwe, moderne achtbaan. Dus. Ja, bij de draak van de Oerland. dat willen wij niet hebben bij de draak van de Oerland. Nee, de draak van de Oerland moet soepel zijn. Gaan we door? Ja, we gaan door. Ik zit weer te knoeien, dus ik hou je weer van je werk af. Nou, we gaan naar AdVertex. Ja, we gaan we hebben weer dingen ingesteld. Ja. Dus we gaan eerst weer even dit dingetje gewoon aanklikken. Gewoon dat steenigen. Ja, precies. Dat we inderdaad weer beginnen vanaf dat punt. Heel belangrijk dat je als je inderdaad ding instelt, dat je gewoon weer het pijltje waar je aan verder gaat met de achtbaan, gewoon weer aanklikt. Heel belangrijk. Okay. Ja, precies. Nou ga ik iets laten zien wat jij ook nog niet weet. Oeh. Niet moeilijk, maar omdat we hem nu schuin hebben geëindigd, kunnen we niet vanaf deze kant gaan werken. Want nee, dan klopt. Gaat hij heel raar eruit zien. Dan select modify en we zoomen helemaal uit. Bij deze, ja. Ja, en dan selecteer je de hele baan. Ja. En dan ga je naar rotate. Ja. Zoomen we even in naar dat puntje weer zo. Ja. En dan willen we dat dit blauwe streepje, die moet weer helemaal recht zijn met deze lijn bijvoorbeeld, met die andere lijnen. Horizontaal, zeg maar. Oké. Okay. Dus gewoon slepen dan? Draai je hem gewoon. Nee, draaien. Ja, naar rechts. Ingedrukt houden zo. Zo kan hem draaien, ja. Maar hij moet andere kant op, precies. Zie je, totdat hij helemaal... terug weer. Ja, precies, zo. Ja. Wow. Zie je? Heftig. En nu weer select modify. Ik weet mijn god niet wat ik heb gedaan, maar in ieder geval, het is allemaal goed. We klikken even. En je hebt hem zeg maar nu gedraaid, dat we weer verder kunnen gaan bij front. En dat is bij deze. Oh zo, wat grappig. Ja, zie je? Leuk. Kan je zo verder gaan. Oh, nee, en dan gaan we in dit vakje verder, want deze staat op grond. Nou, dan gaan we die even groot maken. Zo, hoppakee. Ja, precies. Komt u maar. En het is wel leuk om nu gewoon weer een leuk heuveltje te maken misschien. Ja, is goed. En misschien een heuveltje die een beetje met een bobbeltje gaat. Ja, vind ik goed. Nou, dan ga je mijn muis weer volgen. Ja, is goed. AdVertex. Nou, dan gaan we weer een beetje ervoor. Oh, ja. Ja, we gaan hem niet hoog maken, want we weten al dat hij niet zo snel gaat. Nee, klopt. En we willen wel nog airtime hebben. Dus... Ja, daarom. We gaan een beetje zo doen. Dan gaan we hem nu een beetje een bolletje laten maken daar. We kunnen nog een keer hier zo omhoog. Zo. Weer naar beneden. Dan krijg je echte airtime. Oh, heerlijk. Ja, dat moeten we hebben, hè? Ja, precies. Nu nog eentje zo, een beetje die omhoog gaat, want dan gaat hij een mooier diep. Een beetje gelijk omhoog zo, ja? Ja, nou precies. Leuk. En nou, waarschijnlijk als je hem nu diepunt, maakt hij dit deel helemaal recht en dan moeten we niet hebben. Nee. Dus we gaan er wel bolletjes tussen plaatsen. Ja, klopt. Ik ga het ook niet laten zien, maar je moet maar gewoon geloven.
Ja, precies. Insert vertex. Waar doen we dat? Waar beginnen we daarmee? Bij deze knik gaan we dat doen. Oké. Dus hier. En doe ook maar bij dit stukje hier zo, want deze is ook al vrij schuin. Zijn gewoon dat die extra bolletjes gaat die planten op de stukjes waar het waarschijnlijk wel nodig is. Ja, of planten, ja, nou ja. Gewoon neerzetten, dat hij in ieder geval, dat hij dadelijk, als we dat divert gaan doen, dat cheaten wat we eerder al hadden, dat hij dat mooier gaat doen. Dat zou je zo zien. Nu selecteren we weer, dan gaan we een debump, zodat hij weer lekker soepel is. Maar hij selecteert nu wel die andere dingen. Hij kan het via topview dan selecteren. Ja, dat is misschien beter, ja. Ja, kijk. Per dat hele deel gaan selecteren. Oh, doe ik dat even met de hand. Er zijn nog een paar dingetjes. Oh, hij pakt dat andere bolletje een beetje inzoomen. Zo, en dan die... die pakt hij niet. Ja, die kan je gewoon selecteren met zo'n vakje. Hoe bedoel je? Nee, zo'n vakje maken. Zo, ja, dat. Oh, je hebt nu die andere weer losmaakt. Maar nu heeft hij die wel. Oh, dan moet ik die met control doen. Oké. Okay. Ja, precies. Moet even weg met je muis, hoor. Oh ja, sorry. Dan kan ik er niet op klikken. Soms is het grappig. Hij heeft zijn muis en dan... Die zien jullie niet. Tot hier ongeveer? Ja, hè? Tot met deze. Oké. Okay. Ja, en dan zeggen wij element... En dan die bump. En dan moet je opletten op deze grote rij moet je opletten. Als je die recht maakt, dan moeten we meer vertex doen. Maar er zijn best wel veel bolletjes. Dus dan zou je dat op zich helemaal goed moeten maken. En dan zou er geen probleem mee komen. Zoals je ziet, heeft dat goed gedaan. Nou. Ja, alleen nu zie je wel nog dat hij daar schuin loopt. Omdat hij vanuit die bocht komt. Ja. Hier loopt deze... alles loopt schuin. Ja. Nou, en ik denk dat jij nu wel weet dat je hier een doppertje moet plaatsen. Ja, een adrol. Dus vanaf waar die weer recht moet. En dan noemen we dat weer strikt. Dus we doen hier. Hier? Ja. Ja. En die ga je weer strikten. Dan blijft het recht, in ieder geval wat erna komt. Hè? Vanaf daar zo. Zeg maar. Ja, vanaf daar. En dan zal dat allemaal recht zijn wat erna komt, hè? Klopt dat? Ja, precies. Oké. Okay. Totdat hij weer een bocht maakt, dan ga je weer iets anders. En dan gaat er mooi onderdoor. Oh, leuk. Oh, tof. Ja. Alsof je het wist, hè? Dat je dat wou plannen. Alsof je het wist. Ja, alsof je het wist. Ja. Nou, dan gaan we nu denk ik wel naar het einde toe, bijna. Ja, anders wordt het zo lang. Ja, dan wordt het rot. Dan zitten de mensen die zitten op de telefoon te kijken. Die zijn helemaal te trillen van, hoe lang duurt die video nog? Ja. Ja. Nou, oké, ik weet wel iets leuks, denk ik. Oké, kom maar op. Nu te gaan maken. We gaan naar de topview. Yes, daar ben ik. Ik maak hem groter voor de mensen om te kijken. Zo. Ja, precies. Zegt u maar. En dan maken we een beetje een bochtje zo. En die gaan we dadelijk wat hoger maken, zodat het... Ja, ik laat het zien klik, hier. Ja, klik maar. Vincent, die volgt mijn muis weer. Ja. Ja, daar. Dan nog eentje. Zo. Ja, precies. Nou, dan gaan we even naar perspective mode. Ja, dat is deze. Maak hem wel groter voor de mensen. Zo. Allemaal live dit, dames en heren. Allemaal live. Live. Nou, allemaal live. De video niet, maar wel dit. En hij zit daar zo. Ja. En hij heeft hem al een beetje omhoog gedaan, maar dat mag je zelf aanpassen natuurlijk. Ik zie dat hij hier wat omlaag moet. Oh, je wilt hem onderdoor? Ja, anders raakt hij die andere en hij heeft niet zo... Wacht even, mijn schermbeeld gaat uit. Of mijn televisie wordt automatisch uitgeschakeld. Dat moeten we niet hebben. Rot. Zo, hoppakee, weggeklikt. Hij denkt dat hij macht over me heeft, maar dat heeft hij niet. Zo. Dus die gaan we onderdoor doen. Het gaat ook weer helemaal nergens over. Heerlijk. Ik vind de aflevering zo heerlijk, dames en heren. Oké. Vooral met Stef, die is zo relaxed. En die volgt natuurlijk allemaal afleveringen. Vanaf welke aflevering volg je het al? Echt? Nou, één. Echt? Holy shit. Ik heb al 100 afleveringen. Oh, hoe hou je het vol? Nou, even kijken. Ja, heel veel koffie. Ja! Heel veel koffie. Oké, dan gaat hij hier onderdoor. Ja, die moeten we ook even die pumpen. Anders krijgen we knikjes, dat willen we niet. Wat gaan we doen? Sorry, ik moet met mijn hoofd... Die pumpen. Ja, wel erbij blijven, hè? Ja, sorry. Ja, nee. Tuurlijk. Ik doe niet anders. Oké, die. Even kijken. Want het is lastig als je inderdaad door elkaar heen bouwt. Dan is dat, kan je het heel slecht zien, maar het lukt wel. Zo, die selecteer ik. Het went. Behalve Vincent. Kijk, en dan hier klik je tot daar. En ongeveer tot daar, denk ik, hè? Ja, precies. Zoiets. Tot daar. Dan maakt hij mooi gelijk. Ja, zo. Dan gaan we die diepen. Die pump. Nou, dan gaan we eens kijken wat hij doet. Misschien moeten we wel nog dingetjes tussen plaatsen. We gaan doppen. Oké. Oh, kijk, mooi. Net, bij deze kan hij wel. Kijk, hij is er mooi gemaakt. Of volgens mij wel dicht bij deze. Ja. Hij raakt hem wel, hè? Ja. Lager. Ja, je kan dat hier zo, bij deze modus kan je dat even aanpassen. Dat je, dan gaan we eventjes, klik even ergens op het veld van. Ja? Ja. Dan sleep je deze een klein beetje die kant daarin. Ook een paar.
Waar moet hij heen? Een beetje daar. Dan maak er iets moois van. Deze ook een beetje zo. Kijk, en nu zie je hier zo, in dat andere beeld, dat hij er niet helemaal meer tegenaan zit. Nee, klopt. Top. We hebben een beetje verplaatst. Maar dan pumpen. Moeten we wel weer diepumpen. Kijk, vanaf het punt dat je hem hebt veranderd. Oh jee. Ja, dat is altijd dan even het nadeel inderdaad. Maar dat leer je vanzelf inderdaad. Het is gewoon een gewoonte, net als autorijden, om het zo te noemen dan. Oké, en dan doen we debump vertices. Je leert het al, joh. Ik leer het al. Ja, zeker. Dan gaan we daar het rolls bij toevoegen, denk ik. Ja, ja, ja. Dus dan doen we support. Ik hou bij de ondersteuning. Nou, je ondersteunt wel. Eerst nog eventjes doppertjes plaatsen inderdaad, wil jij zijn? Ja. Het rol. Ja. Doen we hier eentje, want hier moet hij, tot en met hier moet hij nog recht blijven. Dus die strikt je even. Oké, die is strikte. Dus ik doe select modify. En dan zeggen wij strikt zo. Ja, precies. En dan gaan we nu een paar doppertjes in hier. Dit is het vertex. Ik corrigeer hem al. Zo, hier zo. Ja, en daar eentje. En daar eentje. En doen we daar even kijken hoor. Dus hier bij eentje. Dit zo. Ja, en nu is die, dat zijn er genoeg. Dat zijn er genoeg. En dan klik je erop. En nu weer no-led. No-led GeForce. En dan gaan we naar de volgende, die staat hier. Het groene balletje, dubbelklikken. No-led GeForce, klik je aan. Excuus dat je mijn pijltje niet ziet. Ik heb het geprobeerd te fixen, maar het lukte niet helemaal. Niet. Met No Limits aangekoppeld aan mijn scherm. En dat vind ik jammer. Want maar ik zal zoveel mogelijk vertellen en samen met Stef om jullie wel te helpen om dus een coaster te maken. En uiteindelijk gaat het bij de meesten misschien er zelfs om het resultaat uiteindelijk te zien. Hoe zo'n coaster opgebouwd wordt en hoe dus de mensen in 100 afleveringen lang eigenlijk dit inzenden naar mij. Dus ongelooflijk, wat een tijd. Goed, ja, volgende. Ja, we gaan nu richting het station, denk ik. Anders wordt het heel lang. Dan wordt het een hele lange aflevering. Ja, hij heeft wel weinig speed, dus ik weet niet of hij het gaat halen. Maar het is gewoon een voorbeeld achtbaan. Het is een voorbeeldje, inderdaad. Het is wel de draak van de oerland, hè? De draak van de oerland. Dus ik doe advertex. Select modify, we selecteren. En we zoomen hem even op. Ja, precies. Oh, hij weet het gewoon. En hij moet weer terug naar het station. Dus als je even uitzoomt. Ja. Hoe gaan we het doen? Wat zullen we doen? We kunnen hem hier nog wat heuveltjes laten maken. Doen we dat gewoon lekker simpel. Ja, precies. Oké, waar klikken we? Laten we hier eerst een bochtje weer maken dat hij een beetje omgaat. Kijk hoor. Zo. En zo. Precies. Het zal apart zijn, want jij klikt dan met je muis. Maar dan, Ja, dit zijn er genoeg. Oké, tof. Hebben we even een bochtje gemaakt en die diepen. Kunnen we niet even de hele attractie even afmaken? Of moet het echt via deze manier? Nou, dat kan op zich wel, ja. Ja, dat kan gewoon. Maar. Ja, doen we heel de attractie en doen we gelijk erachteraan alles helemaal mooi maken. Maar we gaan hem nu weer even rotaten, zodat we weer via de zijkant mooie heuvels kunnen maken. Dus uitzoomen? Ja, precies. En dan selecteer je weer de hele baan. Zo. Zoom je weer in naar het punt. Ja. En dan wil je dat... Vanaf dat puntje daar zo naar dit punt moet je even gaan rotaten. Ga naar rotate. Sorry. Eerst klikken hier. Rotate, ja. En die, ja, en dan draai je hem weer totdat die. Ja, zo kan je hem ook doen. Oh, inderdaad. Wou je hem zo doen? Recht zo? Ja, precies. Want als hij wilt hij doen? Wacht. Ja. Zo? Ja, precies. Okay. Hij is mooi. Hij is mooi. Nou. Ik vind hem ook mooi. Ja. Nou. Okay. Dan kunnen we weer vanaf deze gaan werken. Oké, dan gaan we weer die pakken. Jongens, hou even vol, dames en heren. Aflevering 100. Veel koffie drinken. Oh. We zijn erbij. We zijn weer wakker. Ja. Goed. Ja? Ja. Dan gaan we even naar het punt waar we verder zijn. Je maakt ook wel een punt van je, hè? Ja, precies. Oh ja, hier. Dat is een beetje een rare vorm. Ja. Kan je een beetje aan gaan passen, nou. Die bocht kan je een beetje omhoog werpen. Je moet omhoog, zo. Ook zo. Zo. En die moet naar beneden? Of naar beneden? Ja, kan er wel een beetje. Ja, zo. Zo, ja. En die naar beneden? Doe je deze twee helemaal naar beneden een beetje. Ja, en vanaf hier gaat hij weer heuvels maken. Ja, dat is een mooie. Oké. Nou, dan gaan we weer naar Advertex. Advertex. Kunnen we de baan afmaken, denk je? Ja, we kunnen nu wel tot... Ja, kan wel vast. Waar moeten we hem klikken nu? Oh, moeten we gaan van hier klikken? Oké, we gaan hier nu bouwen. Dat is wel fijn. Je kan op zich wel... Hier kan je dus verder bouwen waar de baan komt. Ja. Oké, gaan we daar. Kijk zo. Ja, zo. Daar helemaal. Zo. Ik heb wel nog weinig speed. Ja, helaas.
Allemaal, misschien moeten we de kettinglift wat sneller laten doen, zodat die ook over de hele baan wat snelheid krijgt meer. Ja, maar er zit niet heel veel verschil in, denk ik hoor. Ja, wel wat, wel wat. Ja, we gaan het wel doen. We gaan het gewoon doen, zo. Ja, je zou ook een lancering kunnen doen, maar dat is een beetje onrealistisch. Ja, klopt. We moeten wel realistisch. Even kijken hoor, of die al bijna bij het station is. Ja, bijna. Oh, mooi. Ja, we kunnen een bocht gaan maken nu, dat die een beetje schuin eindigt. Ja, is goed. Oké, ik kijk waar jij klikt. Ja, jij kijkt waar ik klikt. Zo. Klikken. Gaan we hem daar doen. Ja, zo is die goed. Precies. Zo. Ja, en nu even stoppen. Gaan we nu eventjes... Ga niet in één keer door. Nee. Oké. We zijn er bijna, jongens. Ja. Deze pijltje, het einde. Oh, ja? Een beetje naar beneden laten, want dan laten we dat remmen een beetje schuin aflopen. Ja, zo. Ja. Deze maak je een beetje omhoog, zo. Beetje omhoog, zo? Die ook naar omhoog? Ja. Ja? Nou, en dan gaan we dadelijk alles diepumpen. We gaan nu de remmen maken. Oké. Okay. Nou, dat doen we via de top. De top, ja. Linkervakkie. Toppie. Toppie. Selecteren we even deze, want we hebben wat Black Modify, vast. Ja. Nou, het vertex. Vertex. Gaan we tot en met daar zo een beetje. Moet ik daar klikken? Oh nee, wacht. Dat kan niet, hè? Doe maar tot en met hier. Ja. Okay. Zo. Ja, en doe je even select. Ja. Maak je vanaf hier strikt. Dubbelklikken. Daar beginnen even strikt. De remmen dan. Ja. Doe je hem wegklikken. En sleep hem even helemaal tot en met daar zo. Ja. Terug, zoiets. Ja, precies. Oké. Okay. En dan gaan we die twee even connecten. Jij weet hoe dat moet. Selecteer die twee. Connect. Nou, nu loopt hij een beetje raar, zoals je ziet. Ja, dat kan niet, hè. Dat is wat ik laat even zien voor de mensen. Dan denk je van, ja, dit loopt inderdaad een beetje vreemd. Moet je kijken. Loopt heel raar. Heel erg een knik zit er ook in, hè. Volle knik daar. Daarom gaan we deze. Dat bolletje gaan we weer strikt maken. Oh. Dan gaan we dubbelklik, strikt. Ja. En kijk, nu eens. Ziet hij er al iets beter uit als het goed is. Ja, hij is wel echt schuin, hoor. Ja, maar hier wordt hij afgeremd, dus dan gaat hij daar zijn. Oh ja, ja, dat zou wel goed kunnen. Dan gaan we nu precies. De rolls toevoegen, hè, daar. Dat aan het begin van de rem. Ja, dus dat is dan, dan doe je ad roll. Ad of, roll? Ad roll. Ja, toch wel, ja, ad roll. Ja, ja, ja. En dan daar. En dan ga je die strikten. Strikten. Dan vanaf daar is die gewoon weer de hele recht. Zo. En dan doen we de ad type separate. Ja, en dan doe je het... Vanaf daar zo tot en met deze. Deze. Zo. Ja, ik denk dat hij dat dan wel genoeg heeft om af te rennen. Typen, break. Zo, dat ging snel. En dan gaan we die even instellen. Ja. Dubbelklik. Nou, hier laat ik weer zien. Drie bolletjes. Friction break, dat zijn die remmen die super hard geluid maken. Super hard, zo. Ja, inderdaad. Dat. Nou, een magnetische, dat zijn... Ik heb een voorbeeld van dat geluid. Oh. Hoor, dat zijn die gerem, hè? Oh, wat erg. Ja, oké. Okay. Die bij de Python heb. Ik weet oh ja, inderdaad. Hè. Dan gaat je remmen, zit je over de kop en dan is je... Ja, ik herken het. Ja, precies. Nou, en dit zijn de magnetische remmen. En die kunnen we wel gebruiken, want dit is een wat modernere achtbaan. Dat zijn de magnetische remmen. Ja. Heel zacht gewoon op zich. Gooi je die niet. Ja? Bij de speed limit, dat is het enige dat je vindt te vullen, doe je gewoon 8 km per uur. Dan wordt hij afgeremd tot en met 8 km per uur. Dat is niet hard, maar... Oké. Okay. Als je dan op oké drukt, hier dan wordt hij hier afgeremd en hier zo is die 8 km per uur. En dan gaat hij heel rustig dat bochtje. Oh ja, dat bochtje. Oh, dat is mooi. Dit gaat goed. Ja, perfect. Ja, precies. Super. Nou, en nu gaan we die snelheid. Nog... Ja, we gaan die nog even allemaal diepumpen, want dat hebben we nog niet gedaan. Dat kunnen we best doen. Laten we dat via de top. Ja, toppie. Top. Top. Dus ik pak volgens mij via vanaf deze, ja, sorry. Zo, ja. Nou. En deze niet selecten, want dan gaat hij die remmen raar maken. Ja, dat is moeilijk uit te leggen, maar dat gewoon doen. Geloof maar gewoon op je woord, zo. Gewoon op dat is een heel stuk baan. We hebben nog, we gaan eens kijken, want het gaat best wel goede kant op nu. We hebben best een grote achtbaan en ik wil qua thematisatie niet super veel gaan doen, want het kost echt veel tijd. Dan zijn we nog een uur verder misschien, als je het echt helemaal goed wil doen. Precies. Ja, dat komt allemaal volgende keer wel. Ik ga nog wat drolletjes toevoegen hier. Zeg. Wat drolletjes? Of rolletjes? Ja, wat drolletjes. Ja, laten we dat weer via deze doen, via de rechter om. Dus we gaan helemaal naar het begin, waar we toen begonnen, later hè? Daar zo. Zo, ja. En deze bocht, die moet ook nog wat schuin, dus laten we hier zo een rolletje doen. Daar een rolletje. En
dan doe je... Hoop. Ja, ik kan zeggen wat je wil, maar de baan loopt wel op rolletjes. Nou, hier weer een rolletje. Zo, ja. En dan doe je hier de laatste en daar zo gaat hij weer gewoon recht. Zo, ja. Ja, die moet je... Niet daar? Gaan we nu weer select. Ja. Dan doen we die strikte. Strikt geheim, maar strikt het geheim. Is wel zo. Dan gaan we naar de andere. Oh. Okay. Komt dat ik dan raar klik in dat scherm en dan gaat hij helemaal in beeld draaien. Ja. Die? Ja, en die doen we no-LED. No-LED GeForce. Kijk, heb ik het goed geklikt? Ja. No-Limits G. Ja, en dan deze ook. No-Limit GeForce. Kijk eens, dan zie je al gelijk dat hij die bocht maakt. Ik denk dat mensen niet kunnen wachten om erin te zitten. Stef? Ja, mooi zo. Zo. Ga je dan maakt hij die laatste dingetjes zo. Leuk. Ja, ja, precies. Dat is tof, hè? Is die nou bijna af? Ja, de ondersteuning kunnen we nog doen. En ja. Trappetjes aan de zijkant. Ja, doen we. Gaan lift. We nu doen. Dames en heren, we zijn bijna bij het einde. Het wordt spannend. Even volhouden. Veel koffie. Even vol. Ja, ik doe die toeter niet meer, want het is laat hier. Nee. In ieder geval. Goed. We gaan... We selecteren de liftdeel. Ja, dan gaan we even... We gaan even daar naartoe. Eén keer klikken, want dat is genoeg. Ja. Ja. En dan doe je de staal. Staal settings. En dan doe je aan de rechterkant doen we hier zo. Recht, ja, rating en catwalk. Je kan nog zelf kiezen of je lichtjes wil doen en in welke kleur. Ja. Dus als we zeggen, misschien een opvallende kleur is misschien die bij de achtbaan past. Misschien wat de paars dat we laten terugkomen. Ja, dat is wel leuk. Leuk dan zo. Kijk. Paarse draak okay. Van Oerland. Nee, dit is gewoon geen paarse draak. Nou, als jij dat wil, dan doen we dat gewoon. Oké. Okay. Ja, het moet niet belachelijk gemaakt worden, want het moet wel de Oerland draak, die mag niet belachelijk gemaakt worden. Staat hij daar dan niet achter? Staat hij vuur spuwen. Ja, staat hij achtertuin dadelijk. Ja. Oké. Okay. Ja? Ik zie hier zo. Daar zie ik de baan omdat hij door de grond gaat. Dus we gaan even de hele baan selecteren. Alles? Dan gaan we hem iets omhoog laten komen. Dan kan ik dan beter dit eventjes naar de... Nee, dat ga ik niet inkloten. Wacht even. Page up op je toetsenbord doe je zo. Dan weer. Page up. Op ja, zee, op zee, op zee. Hier zien tot dat... nog een klein stukje zie je. Ja. Zo, hoppakee. Doen we gewoon. Ja, top. En nu gaan we ondersteuning doen. Dat is niet moeilijk. Ondersteuning is... Ja, ondersteun al heel de aflevering. Dus dit moet ook niet goed... Dit moet ook goed komen, bedoel ik. Ja. Nou. Ja. Supports. Choose prefab. Ja, ook dat. Ja, nou, verschillende voor deze achtbaan gebruiken we meestal met die een soort van bordeaux-rode dingen, zeg. Bordeaux-rode dingen, de Twisted deze, Double. Ja, die gebruiken we voor deze. Ja. Mooi zo, doe die maar. Ja, oké. Okay. En dat gaan we even aan het begin beginnen. Ja, en dan kunnen we beter van welke view kunnen we dat het beste doen? Via de top view, denk ik. Ja, dat gaat makkelijk. Okay. Anders moet je telkens gaan vliegen zo. Ja, inderdaad, top view. Nou, dan beginnen we hoor. Waar gaan we de eerste ondersteuning? Hier zo. Hier zo. Daar. Dan doe je dat een beetje. En bij de lifthill wil ik een andere ondersteuning doen. Oké. Okay. Doen hier zo nog eentje van deze. Ja. Op dit punt. En dan gaan we naar choose prehab. Ja. Dan gaan we omhoog scrollen een klein omhoog beetje. Een beetje. Nog een klein beetje. Deze gaan we gebruiken. Oké. Okay. Voor de lift heel. Deze de type B of A? Maakt niet uit als jij wilt, joh. B nou, is leuk. Want de B staat voor draak. Ja, oké. Okay. Doe goed, het deze. Dit is een hele mooie wijde. Ik zie het, ja. Maar echt hoe hoger die gaat, hoe wijder die ondersteuning. En gaan we dat doen voorin? We dan tot en met, we kunnen het met, ja, we kunnen het bij alles wel gebruiken. Ja? Maar ik vind de topview dan wel onoverzichtelijk als je naar beneden gaat op zich. Want dan weet je niet hoe ver die zit. Ja, dan doen we het allemaal hier. Kan ja? Oké. Kijk, je ziet al hoe die ondersteuningen aangebracht worden. Ik ga deze gewoon groter maken. Dan gaan we het gewoon daarin verder maken. En dat is veel overzichtelijker. Zo, kijk eens. Dan hebben we een wat groter beeld van No Limits. Nou, dan hier bijvoorbeeld. Ja, en aan de onderkant hier. Ja, precies. Nou, die twee zitten heel dicht bij elkaar. Zou ik niet doen, hè? Nee, ik zou zo. Alleen hier één aan de onder. Ja, dat kan makkelijk. Maar dit stuk heb je airtime. Ja, dat is heel grappig. Daar zit er niet zoveel druk op de baan, dus dat is niet nodig. Oké, dus hier. Ja. En dan? Nou, dan doen we eentje daar. Aan de onderkant. Nou, dan gaan we de volgende. Ja, klik maar hoor. Hier kunnen we wat anders gaan gebruiken. Andere ondersteuning? Oké, okay. Ja, choose prefab. Dan doen we deze, die dive dubbel. Oké. Okay. Mooi. Maar het hoort er allemaal bij, hè? Het gaat niet dat het er dadelijk anders uitziet, hè? Nee, het is allemaal... Maar jij klikt, daar klik ik ook voor de ondersteuning, hè? Iets daarvoor klikken. Oh, hier zo moeten we hem weer hier door de baan heen. Ja, zo kan het wel. Ik klik waar jij klikt. Ja, nou, het lekt een beetje hoe ik meekijk, dus duurt dat het even voor de... Zo. Zie je nu door die andere stuk? Ja. Weet ik niet. Hij gaat er wel doorheen, volgens mij. Ja,
Nou, dat laten we maar even. Of ja, je kan hier eentje doen. Maar dan heb je hier wel veel. Nou, maakt niet uit. Jawel, Maakt die niet gaat uit. goed, die gaat goed. Ja, Vertrouw oké. me. Zo. Hier weer eentje. Daar één. Aan de volgende. De bocht kunnen we deze ook Bochtjes. gebruiken op zich. Deze. Deze. Oh. Ik zet even door tot het einde. Ja, dan moet, dit duurt altijd even, maar in het begin dacht ik altijd van, duurt dit, is het heel moeilijk om te doen? En toen achteraf dacht ik van, nou ja, dit lijkt heel moeilijk, maar dat is het dus helemaal niet. Dus Nee, het is heel dat is wel echt makkelijk. heel tof, zeg maar, dat het zeg maar op deze manier heel simpel te doen is in No Limits 2. Nou, zoals je ziet zijn we dus de ondersteuning aan het toevoegen. En is gewoon random klikken en je houdt elke keer een beetje plek over, zie je? Zo. Houten achtbaan is het nog makkelijker. Dan maakt hij die hele Klopt. constructie ook in één keer. Dat is heel Klopt. gaaf. Die maken mensen ook altijd over het algemeen in het begin heel erg veel. Ja, klopt. Als je een beetje de tempo aanhoudt, dan weet je ongeveer waar je moet klikken. Kijk hoor, waar was ik nou gebleven? Oh, we zijn al bij het einde. Ja. Zo. Of iets daar, ja. Ja, nou hier. Gaan we een testritje doen, toch? Ja, is goed. Oh, wacht, wacht, ik zie Oh, wat. ja. Kijk. Als je hier kijkt in deze view. Ja. Oh ja, daar is mijn muis weer. In deze view, die Zie je waar we dat hij zitten. hier zo speed afneemt. En op een gegeven moment staat hij stil hier zo. Hier gaat hij niet verder. Klopt. Gaan we even daar wieltjes doen dat hij verder gaat, zeg maar. Gaan we naar track. Track. Add type separator. Ja. Yeah. Doen we vanaf hier zo. Daar. Ja. Met de lift tail, dus niks Ja, gewoon dat ja, zo. ja. Doen we dat selecteren. Doe je section type. En transport. Oh ja, Hier nu tof. wordt hij daar gewoon En dan kan je het weer wat aangedreven. sneller maken. Ja, nou, doe je dubbelklik. Nu wel dubbelklik. Kijk hoor. Ja. Lift tail. En dan doe je hem hier veranderen naar. 15? Ja, doe maar. Of Dan 16 moet ook. je nog iets doen. Kijk, niet. Deze moet je die 5 moet je veranderen in een 1. Zal ik uitleggen waarom? Ja. Kijk, je hebt wel eens als je zo'n. Aan die ketting haakt dat je zo'n klap krijgt in je rug, weet je wel. En nu, als het treintje eraan komt, begint hij rustig en dan gaat die ketting steeds sneller tot. Tot de snelheid. Oké, we gaan naar even kijken hoor. Naar coaster nu. En naar Freeze. freeze. En dan gaat hij de hele achtbaan vriezen. Zodat hij klaar is om getest te worden. En dat we een eerste ritje kunnen maken in deze draak van Oerland. Ik ben heel benieuwd. Ja, het is eigenlijk een hele belachelijke naam, Stef. Ik weet het. Maar, Jij hebt hem ach. verzonnen, hè? Ja, ik heb hem verzonnen. Ja, inderdaad. Nou, sorry. Excuses hiervoor. Zien we ook gelijk de kleuren. Ja, dat is vet. Nu zie je. Ja, inderdaad. Wow. En Wow. dit ziet er echt heel gaaf uit. Ah. Wow. Oké. Gaan we hem erin? Ja. Oké. Ga je naar faal weer Naar linksboven faal, helemaal. ja, naar faal. Leave editor. Leave editor en yes, we gaan Yes. opslaan, dat is het belangrijkste. En dan zeggen wij Tuurlijk. play. Oh jongens, ik kan En niet nu gaan we wachten. erin. Daar gaan we hoor. Och, we zitten De in draak van de Oerland. draak van Oerland. Ik ben heel benieuwd. Nou, inderdaad, die wieltjes komen goed van toepassing. Oh jee, dit is wel spannend hoor, Dan zie Stef. je dat die helemaal niet zo heel hoog is eigenlijk. Nee, het valt mee. 50 meter Ja. is inderdaad. Oh, kijk, ja. Wow. Dat is vet, die snelheid. Geeft wel echt een Ah. kickgevoel. Oké. Ja, hij Okay. is niet. Het leek hoger dan die eigenlijk is, Ja. man. Nou, we kunnen de volgende keer wel hoger maken. Maar dit is even gewoon Ja. beginnen. Wow! En kijk dan, jongens. Even een oefenachtmaatje. Dan gaan we naar beneden. Airtime. Oh yeah, die airtime. Heerlijk. Nou, dan gaan we nog een keer. Oh, nou, dit voelt goed, Stef. Vooral omdat het je eigen achtbaan is. Oh, we staan bijna stil, maar dat geeft niet. Het komt allemaal goed. Oefenachtbaan, oefenachtbaan. Ja, oefenachtbaan. Nou, wel tof is die hoor. Nou, dan Ja, gaan we hier een bochtje. hè? Krijgen we de Oh bultjes. ja, de bultjes zo. Wee! Een beetje Oei. zo'n glijbaan idee geeft het mij. Gaan we onder die Ja. achtbaan door? Wow, dat is vet. Zag je Hoogste dat? Dat steun. was Zo gaaf, joh. tegen. Nee, dat was genoeg ruimte volgens mij. Ja, Het station precies. is wel erg klein trouwens, als ik het zo zie, maar dat geeft niet. En dan gaan we dat stuk remmen, dat schuin gaat. En hij vangt hem mooi op met 45 km per uur. En dan krijgen we inderdaad het eindstuk dat hij hem heel mooi een soepel bochtje geeft naar het station. Oh, wauw. Nou, als Helemaal deze mooi. achtbaan niet gewonnen heeft in de No Limits aflevering, dan weet ik het niet. Helemaal mooi. Nou, we gaan hem niet thematiseren. Dus dat betekent dat dit eigenlijk de aflevering was voor deze keer. Ja. En Stef, ik wil je ontzettend bedanken. En ik wil Ja. deze twee bestanden, deze twee achtbanen die ik heb gemaakt, wil ik nog wat mooier uit gaan werken. Dus meer thematiseren. En dan ben ik heel Democratie. benieuwd ja, hoe jullie dat gaan vinden. En hoe jullie het vinden als ik dat een keer tussen de No Limits afleveringen ga doen. Wauw, Stef.
Dit is even wel heftig geweest allemaal, hè? Twee achtbanen gemaakt. Twee achtbanen en één van niet opgenomen, maar wel laten zien. Dus je hebt eigenlijk twee achtbanen gehad. Nou, laat in de comments weten welke achtbaan jij het vet vond. En tot de volgende keer, dan gaan we verder met gewoon de normale afleveringen van No Limits. Ja. Nou, Stef, heel veel kijkplezier naar de toekomst. Ja, alvast. Veel koffie. Inderdaad, veel koffie. En leuk dat je er was. Ja. Doei.